Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast Martijn Michelsen. Martijn, je bent van Firm 24. Dat klopt. Wat doen jullie? We doen een heleboel, maar wat wij voornamelijk doen is ondernemers en andere bedrijven die een BV willen starten. Die helpen wij online dat te doen. Dat kon vroeger natuurlijk ook, kan nog steeds, maar het is voornamelijk via een online manier. Waardoor we eigenlijk veel goedkoper zijn dan de rest en het ook sneller kunnen aanbieden. Vanuit Amsterdam geredeneerd, jullie hebben geen pand aan het Vondelpark? Nee, maar we zitten wel in Amsterdam, vlakbij het Sloterdijk. Oké, dat is goedkoper, hè? Is de grond goedkoper in ieder geval. Dat is mooi, hè? Want je bent goedkoper dan de rest, maar jullie zijn ook bezig met nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de blockchain is een onderwerp voor jullie. Ja. Wat doe je daarmee? Nou, eigenlijk kwamen een aantal zaken tegen. Dat wanneer je een BV opricht, heb je altijd nog een fysieke handeling. Want je moet een volmacht ondertekenen. Ja, dan gaat het voorlezen helemaal, hè? Ja, dat is de akte. Maar dat proces kan je eigenlijk ook lostrekken. Dus vaak geef je een volmacht ter oprichting. Ja. En die volmacht is het enige document dat je met een fysieke handtekening moet ondertekenen. Natte inkt moet ondertekenen. Dat is natuurlijk een goede manier, maar wij spreken met mijn compagnon Rick Smits, bedrijf opgericht dat we redelijk branchevreemd tegen de industrie aankeken en dachten van ja, dat moet toch ook wel wat makkelijker kunnen. En ook niet iedereen is op dezelfde plek, dus waarom zou dat niet digitaal mogen? Daar zijn we mee aan het experimenteren met zeker een blockchain. Hoe werkt dat dan? Kun je dat eens uitleggen? Hoe dat... Ja, want het gaat dus om je handtekening onder een document zitten wat rechtsgeldig moet zijn. Daar gaat het om. Ja, eigenlijk heb je als je een normaal document hebt, dan heb je een uitgeprint plaatje waar je met een stuk inkt een handtekening zet. Ja. Op een digitale manier kan je dat eigenlijk veel beter controleren dat jij degene bent die die handtekening zet. Want een digitaal document kan je terugherleiden tot bits en bytes. Dat is gewoon cijfertjes. En een handtekening die je plaatst is eigenlijk een verandering van het document. Eigenlijk gebeurt daar je kan een document versleutelen. Die versleutel je dan naar een bepaalde encryptie manier. Dat is een hele lange string van cijfers. Op de blockchain heet dat een hash. Ja, een hash inderdaad. Ja. En die hash die is uniek voor een document. Ja. Als je maar één pixel zou veranderen in dat document, dan verandert de hash. Dus je kan eigenlijk veel beter dan bij een fysiek document vaststellen dat die gewijzigd is. Dus je kan eigenlijk soort van vaststellen dat een bepaalde versie is getekend. En als jij er dan een handtekening op plaatst, wat ook gewoon een digitale actie is, dus er komt een digitale handtekening voor jou, of het wel nou een krabbeltje is op jouw iPhone of een andere smartphone, of dat je je naam schrijft, die wordt er opgeplaatst, soort van. Dus het document verandert. En daarmee dus ook een nieuwe hash. Versie, ja. Dus nieuwe hash. Ja, en eigenlijk heb je dus een soort van zekerheid over het document. En ook de zekerheid, als je daarmee die hash versleutelt, dat ook jij die handtekening hebt geplaatst op het document. En vervolgens... Die laatste snap ik dan niet, want je kunt van afstand toch niet controleren of ik dat krabbeltje op die telefoon zet of iemand anders? Nee, dat klopt. Maar je kan wel bepaalde metadata van jou opslaan. Okay. Dus jij hebt het vanaf een bepaald apparaat gedaan of je hebt het vanaf een bepaalde locatie gedaan. Ja. En elke locatie heeft een IP-adres. Ja. Dus die is anders dan wanneer jij vanuit Amsterdam zou tekenen dan ergens in Frankrijk. Dus die informatie kan je daarbij ook opslaan. En je kan iets verder gaan, want je kan ook zeggen van ja, wacht even, voordat jij mag tekenen, wil ik ook dat jij nog geverifieerd bent via bijvoorbeeld een sms. Of dat jij andere manier hebt aangetoond dat jij degene bent die tekent. Ja, of stuur voor mijn part een kopie van je paspoort die je ook bij het document voegt of zo. Ja. Weet je, Ja. En die hele hoop informatie, die kan je dus versleutelen en die bieden we dan vervolgens aan als transactie aan de blockchain. En die informatie, dat is niet het document zelf, maar voornamelijk die hash waar je het al over had. Ja, en nou is het kenmerk van de blockchain dat al die transacties, heette dat dan, hè? In dit geval zijn het wijzigingen, dat die ook openbaar en voor iedereen toegankelijk zijn. Ja. Um,
Is dat, wat betekent dat voor het soort transacties wat jullie doen? Ja, goede vraag. Nogmaals, het gaat meer om de metadata. Dus het is zijn niet de documenten zelf? Nee, voor de goede orde. Het is gewoon die hele lange string met cijfers en letters die wordt aangeboden. En die wordt dus als transactie vastgelegd. Die wordt vervolgens geconfirmeerd inderdaad door de rest van de nodes binnen het blockchain-netwerk. En eigenlijk kan je daarmee terugrekenen dat het document door jou is getekend, zonder dat je de inhoud van het document kent. Dus dat is het unieke eraan. Of het unieke, dat is natuurlijk de eigenschap van blockchain. Maar daarmee kan je wel wat toepassingen verzinnen zoals wij gedaan hebben. Ja, dus het transparante wat in verband met de blockchain wordt gebracht, gaat niet zozeer over het transparante van het document, maar het transparante van de wijzigingen en et cetera. Ja. Wat er mee gebeurd is of dat er iets mee gebeurd is. Ja, exact. Ja. Is dit dat was ook mijn vraag. Ja, goede vraag. Kijk, wij richten vele BV's op per jaar, duizenden per jaar. Waarbij, je natuurlijk in Nederland heb je daar, dat is ook de charme van een BV. Die wordt gepasseerd door een notaris, de akte. Dus die heb je in alle tijden nodig. Maar goed, dat zijn natuurlijk ook mensen die een hele belangrijke functie hebben in onze maatschappij. Want die zijn eigenlijk de trusted parties, zoals je dat in het Engels zegt. En ja, goed, die zijn weliswaar wel staan open voor nieuwe initiatieven. Zijn tegelijkertijd toch ook wel wat sceptisch voor wat er allemaal is. Echter, wij hebben nu met ons netwerk, want we hebben een landelijk netwerk van notarissen, hebben een pilot weten te realiseren waarbij zij hebben gezegd van op deze manier, dus de volmacht legaliseren, ja, dat is rechtsgeldig en dat mag op deze wijze. Dat is nog los van die identificatie. Want je moet ook nog als persoon worden geïdentificeerd. Dat zal nog steeds in persoon geschieden. Maar de volmacht tekenen, dat mag je gaan doen. Oké, maar het betekent in dit stadium dat als ik bij jullie een BV opricht, dat ik nog steeds wel zelf langs moet komen om me bij de notaris te legitimeren? Klopt. Of doe je het gewoon met een, kan dat niet via Skype? Dat kan ook. En daar zijn we natuurlijk ook mee bezig en aan het experimenteren. Ja. Je hebt eigenlijk. Maar het hangt eigenlijk ook even terug, want dan komen we zo vanzelf op de rest. Het hangt ook van de notaris of die het accepteert. Ja. Er zijn geen regelingen voor of wetten of. Ja, het is natuurlijk een nieuw gebied waarbij zij ook. Dat vind ik ook wel interessant dat dat niet gelijkgeschakeld is, blijkbaar. Ja, goed, je hebt de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie, daar zijn ze in verenigd. Ja. En daar waren natuurlijk verschillende winden. En nogmaals, de meesten zijn wel zien dat de wereld verandert en willen daar echt wel in meegaan. Het netwerk wat wij hebben, waar best wel wat grote onafhankelijke partijen in zitten, die zijn zover dat ze zeggen, hey, dit vinden we wel een pilot waar we in geloven en waar we ook in mee willen doen. En is het voor je, moet je klant ermee, want hoe gaat dat? Het is een pilot, ja. Dus jij moet zeggen, neem ik aan tegen de mensen die bij jou komen, dit is een proefperiode waarin we dat. Nou, misschien pilot is het verkeerde woord. Het is eigenlijk gewoon door hen bekeken en gezegd van akkoord. Ja. Nee, want als je een BV opricht, dan is die opgericht. Dan kan je niet zeggen van. Weet je, ik kan me nog steeds voorstellen. Ik heb het gevoel dat het ook nog best zou kunnen dat er ergens iemand opstaat en die zegt, met die blockchain moeten we het niet doen. En we gaan hier een rechtszaak van maken. En nou, dan zou het kunnen achteraf kunnen blijken dat die BV's niet rechtsgeldig zijn. Nee, want ze zijn gepasseerd. Maar dan wordt, denk ik, de notaris in kwestie wordt meer op de vingers getikt. Ja. Er zijn wel verschillen, want je hebt natuurlijk verschillende gradaties van rechtshandelingen. En BV oprichten is een zakelijke handeling, zakelijke transactie. Het is goed dat je dat controleert, dat dat op de juiste wijze gebeurt. Maar het is niet een gradatiebewijs van een kind aangeven bij de gemeente. Wat een niveautje verder is. Dus je hebt, en misschien helemaal aan het begin is het ondertekenen van gewoon een contract. Dus je hebt wel stappen waarin ze naar kijken van hey, voor die rechtsgebieden of voor die handelingen mag je het inzetten. Okay, vraag je van op Twitter van Roland P. Die vraagt welke blockchain gebruiken jullie? Op dit moment gebruiken we gewoon Bitcoin. Ja. Dus die zetten we daarvoor in. Echter, ja goed, er zijn natuurlijk verschillende die ook in opkomst zijn. Altcoins zoals Ethereum. Ja. Kijken we natuurlijk ook naar. Maar het is niet zo dat we hier ons mee beperken. In principe kunnen wij omzetten naar welke
altcoin er ook is. De vroeger waren er zelfs, volgens mij zijn ze daarmee gestopt, maar zelfs de Nederlandse bank was bezig met een eigen munt, eigen altcoin. Dus ja, goed, als die er zou zijn, dan zouden we daar ook op inhaken. Hey, ik was een tijdje geleden bij een notaris en die zit vlakbij het station. Ja. En dus ook vlakbij de Kamer van Koophandel. Om maar één reden, die heeft ontzettend veel buitenlandse klanten, want Nederland is een belastingparadijs. En als je hier een bedrijf wil vestigen om geld weg te sluizen, op wat voor manier dan ook, dan dat begint altijd met het oprichten van een BV. Ja. Dat is natuurlijk gouden business. Hij zegt, ik ben daar gaan zitten naast de Kamer van Koophandel, want ik heb goede contacten, een notaris, bla bla bla. Ik kan in een één middag, mensen hoeven echt maar 2 uur langs te komen, en dan maken we het hele rondje en dan kunnen ze gelijk weer op het vliegtuig stappen en terug naar weet ik wat voor land. En dan hebben ze, ik moet nog even langs de banken om die zakelijke rekening te openen, want dat hoort erbij. Ja. Zodat je je creditcards hebt en je transacties kan doen. Gaan we naar een situatie dat, als ik jou zo hoor, dat je überhaupt fysiek niet meer langs hoeft te komen om dat rondje te doen? Uiteindelijk denk ik wel. Het zal altijd afhangen van de oprichter. Dus ja, als het een bepaald land is waar gaan wat meer twijfels bij zijn, dan zal het wat moeilijker gaan uiteindelijk nog fysiek. Maar jullie nu doen, dat betekent dat je om de BV op te richten al fysiek niet meer langs hoeft te komen. Ik denk dat we daar uiteindelijk naartoe gaan, absoluut. Ja. Dan moet je nog steeds voor de bankrekening, heb je nog wel een probleempje. Ja, ja. Ja, want wat we nog missen is de zogenaamde belering. Dat is een moeilijk woord voor dat je wordt verteld wat een BV inhoudt, wat de rechten en plichten zijn. Dat is ook iets wat een notaris vanuit zijn zorgplicht moet doen. Dat weet ik ook nog, ja. Eigenlijk kan je dat veel mooier digitaal trekken. Want daarmee heb je ook aangetoond voor latere problemen in je dossier. Van, hey, ik heb deze meneer gesproken. Sterker nog, we hebben daar een heel mooi video van gemaakt. Ja. Weer een bekijken. Hier hebben we het allemaal verteld. Meneer die was in staat om, die is bemacht om het te doen. Dus ja, waarom niet? Ja. Even verder vragen via Twitter. Eerst nog eventjes terug op Roland P. Die zegt, je geeft namelijk je vertrouwen in die bepaalde blockchain. Hè. Er zijn verschillende blockchains, zoals je al aangaf. Als de blockchain verdwijnt, hè, want we zijn nog niet zover dat we zeker weten dat dit een toekomstbestendig model is. Ja. Dan verdwijnt de handtekening, toch? Ja, goede vraag. Wat wij bedacht hebben als we ooit, want we hebben natuurlijk ook gekeken naar Ethereum. Mocht er ooit een andere leading blockchain of bitcoin achtig product zijn, kunnen we eenvoudigweg alle transacties daar ook nog in opslaan. Dus je kan ze een soort van migreren. Maar hij heeft wel gelijk, de blockchain bestaat bij het vertrouwen. Echter, ja, ik heb meer vertrouwen in dat zeg maar de blockchain en de bitcoin nog enige tijd bestaat dan enig ander bedrijf. Of tenminste, er zijn veel bedrijven waar ik minder vertrouwen in heb dan. Ja. Maar goed, hij zegt inderdaad de volgende. Zegt hij, of moeten de notarisnetwerken misschien wel een eigen blockchain opzetten voor gegarandeerde continuïteit? Ja, dat vind ik dan eigenlijk weer het twee werelden. Volgens mij gaat dat juist niet goed, want de kracht van internet is dat het voor iedereen is. En hetzelfde geldt voor blockchain technologie. Juist ga je daarmee weg van de trusted parties, of althans, je hebt het eigen netwerk waar je op vertrouwt. Ja. Dus dit vind ik een hybride vorm wat je niet moet doen. Jan-Willem Eshuis vraagt, wat is het verschil met Stipley? Nou ken ik Stipley niet, maar jij misschien wel. Nee. Oké. Geen idee, Jan-Willem, dus leg even uit wat het is. Stipley doet alleen ondertekening van contracten trouwens en geen oprichting van BV's. Oké, okay, zegt hij, antwoordt hij zelf al. Dat scheelt al. Hij antwoordt zelf. Ja, dat is ook wel prettig. Als jullie dat vaker willen doen en sneller achter elkaar, dan scheelt dat weer bij ons. Stipley, digitale ondertekeningen, rechtsgeldig en eenvoudig. Hey, dus jullie, je zei eerder, wij zijn dit gaan doen en we waren eigenlijk een beetje transvreemd, of in de zin van, we hadden niet last van de ballast, zeg maar, van de geschiedenis. Ja. Want wat was de reden waarom jullie dit zijn gaan doen, je bedrijf zijn gestart? Ja. Dat je dacht, het moet goedkoper kunnen, het moet makkelijker kunnen, het moet... Het was eigenlijk de wetswijziging die kwam in 2012, waarbij de zogenaamde FlexBV's intreden deed. Vanuit de overheid begonnen of ingezet om ondernemerschap meer te stimuleren. Wij dachten daarop van, hey, dit is waarschijnlijk een moment dat veel mensen gaan starten vanuit een BV als ondernemer.
Dus zijn daar eigenlijk meer op ingesprongen. En ja, de markt nog steeds toen ook was bijzonder traditioneel. Dus vaak was het een soort flyer die ze online hadden gezet, maar niet zeg maar de begeleiding zoals wij die bieden in zijn totaliteit. Dus ja, wetswijziging was de hoofdreden. Ja, veel nieuwe bedrijven nemen zeg maar frictie weg op een bepaalde manier. Dat doen jullie ook doordat je meer online opereert. Welke frictie kan er nog of moet er nog meer verdwijnen om dit soort activiteiten rondom bedrijven beter of makkelijker of goedkoper te kunnen doen? Waar zitten de problemen nog? Ja. Je ziet dat iedereen worstelt met, ja, wanneer je start met een bv, dan komt er over 6 weken komen de blauwe brieven op je mat. Je hebt te maken met verschillende instanties. Dus de frictie die wij proberen weg te nemen is eigenlijk ze in dat hele traject te begeleiden. Vanaf de start. En nogmaals, naast de boekhouding doen wij ook bijvoorbeeld de administratie. En ook de contracten die erbij horen. En ik zat van de week met Roeland in Amerika. En die zat met het systeem wat hij gebruikt, bonnetjes te scannen. En zei van, als dit bonnetje scant, dan weet mijn systeem meteen de koppelingen die er zijn. Weet je, op welke manier het zeg maar, in mijn boekhouding moet belanden. Zover ben ik nog niet. Dat soort dingen doen jullie ook? Ja, ja, ja. Dus mensen kunnen alles digitaal aanleveren. En vaak nemen ze dus inderdaad bij de hand als ze starten. Dus je start, maar je moet ook nadenken over, ja, heb ik wel een arbeidsovereenkomst met bijvoorbeeld mijn holding BV? Heb ik een managementovereenkomst? Heb ik wel een juiste rekening-courant-overeenkomst? Dus we bieden al die zaken die iemand moet hebben op een presenteerblaadje aan de ondernemer. En die kan dat eigenlijk op een do-it-yourself manier starten. En verdienen jullie dan je geld met, ik neem aan dat een deel daarvan gewoon uurtje factuurtjes. Als jullie, tenminste daar ga ik eventjes vanuit, want dat is mensenwerk dat je mij bij de hand moet nemen. Ja. Dat kost je per klant tijd. En je hebt deels gewoon online kosten. Wat is voor jullie het belangrijkste of in de toekomst het belangrijkste? Eigenlijk verandert dat nu al, want doordat we die processen wat eenvoudig hebben gemaakt in de echt traditionele sectoren als notaris, notariaat, advocatuur en ook voor de accountancy. Kregen we steeds meer vragen vanuit verschillende partijen. Kunnen wij ook die software van jullie zelf inzetten? Waardoor wij op de moment kwamen dat we een keuze maakten van hey, dit is eigenlijk veel beter om ook als white label oplossing aan te bieden. En we begonnen eigenlijk als dienstverlener vanuit Firm 24, maar zijn toen een aantal jaar geleden ook de software gaan verkopen onder de naam Legal Things. En dat laatste zien we nu echt een grote vlucht nemen. Omdat daar veel partijen worstelen nu toch wel met hoe kan ik mijn klanten nog behouden? Welke diensten kan ik ze aanbieden? Ze vragen steeds meer om inzicht in de processen, transparantie. Dus eigenlijk dat laatste, de software, dat is eigenlijk waar de groei zit. Ja. En zien jullie daar ook internationale potentie in? Het lastige daarvan lijkt mij namelijk, elk land is anders, regels zijn anders, cultuur is anders. Dat klopt. Je hebt sowieso de content nodig, dus de contracten die voor dat land van toepassing zijn. Software is in zoverre dom dat je natuurlijk daar allerlei contracten kan invoeren. Eigenlijk is dat juist de stap voor ons geweest. Om naar het buitenland ook te kunnen. Omdat je natuurlijk elke akte, ondanks dat er verschillende talen in staan en andere regels, is het een akte die je kan digitaliseren. En er zitten dezelfde afslagen in. Ja. En nog even over de blockchain. Jullie doen daar nu ervaring mee op. Zie jij nog allerlei andere toepassingen van die blockchain in het segment waar jullie actief in zijn? Ja, eigenlijk wel. Je ziet nu de digitale ondertekening is de eerste stap. Waar we natuurlijk uiteindelijk naartoe gaan is de zogenaamde smart contracts. Dus nu kunnen wij onderling iets met elkaar afspreken. Maar dan hebben we nog steeds partijen om ons heen nodig die controleren dat het gebeurt. In het geval dat het misgaat. Jij moet nog afgaan op de bank. Jij moet eventueel
je advocaat inschakelen, mocht ik niet mijn verplichtingen nakomen. Dus dit is eigenlijk een tussenfase, zien wij, naar uiteindelijk de zogenaamde smart contracts, waarbij je eigenlijk met elkaar afspreekt, zo en zo spreken we het af. We klikken allebei, bij wijze van onze betaling over en weer, klikken we in en dan wordt die, ja, als we zeggen een handshake, dan gaat die lopen. Dus dat is een toekomstmuziek voor wat betreft de blockchain. Maar er zijn ook nog andere oplossingen mogelijk, zoals artificial intelligence, waar we naar kijken. Ja, geef daar eens een voorbeeld van. Wat artificial intelligence zou kunnen toevoegen aan jullie vak, zeg ja, maar. Ja, we verkopen veel van deze oplossingen aan advocatenkantoren. Die hebben natuurlijk veel contracten. Ja. Die ze bekijken, maar ook voor klanten. Een voorbeeld is dat je bijvoorbeeld een soort quickscan kan doen bij een groot bedrijf met allerlei contracten. Zeker als de regelgeving op een bepaald vlak verandert. Dat je een quickscan kan doen van hey, in deze contracten missen echt de kritische clausules die momenteel geldig zijn. Dus ja, kan... En waarom zou dat dan kunstmatige intelligentie zijn? Omdat je hem, kijk, op een gegeven moment train je hem, dat hij een bepaalde mening daarover kan vormen, waardoor hij sneller dan iemand anders kan zeggen van hey, dit is een liability. Uiteraard kan je het ook zelf bekijken, maar dat is het leuke van software. We zijn vorig jaar, ik wil toch even door. Oh, dus over de artificial. Dit vind ik gewoon automatiseren. Dat heeft volgens mij toch niks met kunstmatige intelligentie te maken. Nou, in zoverre dat je iemand natuurlijk wel moet. De gedachtegang is eigenlijk dat je iemand weghaalt die dit handmatig doet. Want iemand op een advocaatkantoor moet dan handmatig door al die contracten. Maar ja, je traint dus eigenlijk een robot die dat voor het kantoor doet. Ja. En hoe meer data, hoe meer informatie je voedt, hoe beter die daarin wordt. Ja. We hadden vorig jaar op hetzelfde Zuidwest, zagen we een start-up die iets, zeg maar, dit stukje met name deed. Je kon daar inderdaad een contract naartoe sturen en zij, doordat ze continu eigenlijk contracten konden vergelijken, konden ze zeggen van let hierop. Of dit onderdeel, het lijkt dat je dit onderdeeltje mist. Of misschien is het beurs gedaan, maar kijk er op zijn minst nog eens een keertje naar. Ja. Een soort van slimme vraag. Nee, maar goed, ik wil er niet over doorgaan zeuren, maar dit is natuurlijk gewoon zorgen dat je alle contracten, dat de betreffende artikelen die erin staan, dat je die goed metadateert uit welke wet het komt. En op het moment dat een wet wijzigt, dat die contracten er automatisch uitkomen geüpdate moeten worden. Ja. Maar dat heeft natuurlijk helemaal niks met artificial intelligence te maken. Nou, in zoverre dat je moet trainen. Kijk, wij hebben juist deze week... Want je dacht net dat we het begrepen, man. Nee, ja, maar goed, laten we daar niet te veel op ingaan. Maar wij hebben de hele week in Austin ging het alleen nog maar over artificial intelligence. En dat gaat natuurlijk over een proces waarbij je... data uit het verleden, weet je wel, een combinatie van allerlei data waarvan je de uitkomst weet, gebruikt om een algoritme te trainen, waardoor je uiteindelijk voorspellingen kunt doen naar de toekomst. Dat is echt wel heel specifiek, het gebruik van die data voor zo'n doel. Maar goed, laten we niet veel op de details gaan. Ik heb een vraag op Twitter waar ik niks van begrijp, maar jij vast wel. Johan Schaap die vraagt, gaan jullie iets doen met PSD2? Ik vind het een goede vraag. Uit mijn hoofd is dat een protocol om met de overheid te communiceren. Misschien zelfs met DigiD, maar... Is dat zo, Johan? Ik hoor graag... Hij zit hier nou. Dat is wel handig. Ja. Scheelt tijd. Nee. Hij typt vast wel het volgende vraag. Het volgende. Hey, je noemde net een paar voorbeelden van waar jullie de blockchain in de toekomst voor kunnen gebruiken. Ja. Wat is de eerste concrete volgende toepassing die jullie gaan doen? Ik vind het ook zo interessant omdat wij constateren heel vaak hier aan tafel dat er ongelooflijk veel over die blockchain gesproken wordt. Ja. Maar ik vind het zo leuk om eens een keer concrete toepassing aan tafel te hebben. Ja. Want er wordt ongelooflijk veel over geluld. Maar wij constateren keer op keer dat, weet je, de echt dan concrete voorbeelden van hoe je het in het dagelijks leven kunt gebruiken, die ontbreken wel eens.
Ja, eerst voorbeeld wat ik net gaf was voor de notarieel, voor de oprichting. Ja. Wat we ook zien, en daardoor zijn we eigenlijk ook getriggerd om dit te gaan doorontwikkelen, is dat een bepaalde grote partij die eigenlijk een core business alleen het sluiten van contracten is, met ook internationale tegenpartijen, die zeiden van, hey, we hebben hier een oplossing en ongetwijfeld bij jullie bekend met DocuSign. Grote Amerikaanse partij die niets anders doet dan de digitale handtekening. Zij kunnen garanderen of zij zullen zelfs iemand meesturen naar de rechtbank mocht er ooit twijfel zijn over het contract. Nou, daar zaten wij naar te kijken van hey, dat klopt. En als je het goed bekijkt dan zie je dat ze aangesloten zijn bij de Electronic Sign Act. Ze zijn ISO gecertificeerd. Ze zeggen van we hebben miljoenen contracten gedaan en zo verder. Dus waarbij wij eigenlijk tot de conclusie kwamen, hey, dit is de oude manier van vertrouwen geven. Ja. Want ISO, dat wordt door een partij gedaan. Ja. We zijn aangesloten bij een bepaalde instantie. Waarbij wij dachten van, hey, hoe kunnen wij dat nou aantonen? Ook bij het tekenen over en weer van contracten. En niets mooier is eigenlijk dat doordat je met elkaar een contract kan tekenen, die wordt aangeboden aan de blockchain. Omdat je op dat moment allebei bevestigt dat je dat contract goedkeurt en ondertekent. Ja, en het mooie is, kun je dat achteraf nooit meer ontkennen, want het is vastgelegd en voor iedereen transparant. Plus, zo werkt het toch? Ja, zeker. Ja. En het mooie is dat zelfs mochten wij er als partij niet meer zijn en Die blockchain blijven bestaan. Die blockchain blijft bestaan. En je kan een willekeurig computerexpert van straat plukken en in een rechtszaal neerzetten. Als je de hash weet. En vraag van meneer de rechter, kunt u laten zien aan meneer de rechter hoe deze hash te herleiden is? Ja. Zal hij dat kunnen doen? Dus dat is de kracht van de toepassing die wij hierin zien. Ja, mooi hoor. Ja. Stekel, ik ben ooit ik heb toch ook ooit één bitcoin gekocht. Ja, maar je bent de hash kwijt, hè? Ja. Ja. De mens blijft toch de zwakke schakel in dit geheel. Ja, zie ik weer, deze week is die boven de 1000 gegaan. Ik zeg, nee, vertel het me niet. Nou, misschien vind ik hem ooit nog wel terug. Ja. Ja, ik wist hem wel terug te vinden. Ja, dat is nou weer net het verschil, hè? Ja. Story of my life, man. Ja. Heb jij nog vragen? Nee, ik vind het een mooi verhaal. Ja, ik vind het ook heel mooi verhaal. We blijven jullie vol. Leuk, die innovatie dankjewel. In zo'n wereld. Dankjewel. Eén vraag alleen nog wel. Hoeveel tijd kost het jullie om mensen uit te leggen? Kijk, wij hebben al een stuk of 6 uitzendingen gehad over de blockchain. Hè? En wij vinden het elke keer moeilijk te bevatten als mensen ons proberen uit te leggen wat het is. Dan kun je zeggen, je hoeft alleen maar te weten dat het betrouwbaar is en transparant en et cetera. Maar ik kan me zo voorstellen dat heel veel van de klanten van jullie, dat als jullie zeggen van we gaan dit oplossen met de blockchain, dat jullie eigenlijk bijna dagelijks tijd kwijt zijn om uit te gaan leggen wat het nu is en wat je ermee kan en waarom het belangrijk is. Eigenlijk worden we geholpen door de media op dit moment, want het is best wel trending. Veel mensen hebben het erover. Het is ook een paar keer in de wereld draait door geweest, dus het is steeds makkelijker. Mensen zien wat het inhoudt, ze geloven er ook wel in. Dus het valt wel mee voor ons in de praktijk. Oké, mooi. Volgens mij was het bij de wereld draait door, ging het over de Lego blok. Ik herinner mij volgens mij de Lego blokjes die ik zag. En ook toen had ik er moeite mee. Maar, dat is mijn ding een beetje, ik weet ook niet hoe internet werkt. En ik weet ook niet hoe het mailtje van mij bij jou komt. En moeten we het wel weten? Dat is een beetje de vraag aan de andere kant. Ik heb nog even PSD 2, is Payment Service Directive nummer 2. Voor dummies heb je opgezocht. Ik ben nu op een site die uitlegt wat het voor dummies is. Dat is een EU-richtlijn die zorgt voor de regulering van betalingsdiensten in de Europese Unie. God man, ik heb vrienden die dat begrip gewoon paraat hebben tijdens een uitzending. Ja, Google, hè? Ja. Nee, diegene die hem stelde, bedoel ik. Oh. Maar goed, dat zegt hij. Ja, de term hoort voor het eerst, dus ik durf het niet te zeggen. Nee, nou terecht. Dank jou en dank jullie wel voor het kijken. We danken zoals altijd de biersponsor Bier & Co. Wat heb jij gedronken en is het een aanrader of moeten mensen hem in het schap laten? Wit biertje van Badgast. Was goed. Oké, was goed. Stekel, was je Heineken als vanouds? Ja, die smaakt. Dat is een vrij bekende smaak. Ja, met de rode ster trouwens. Oh ja, dat mag hier. Hè? Hongarije was geloof ik een probleem, was ik vandaag in de krant. En we danken Streamzilla, die ervoor zorgt dat de livestream iedere dinsdagavond werkt. We danken 2ML, het bedrijf dat voor de hosting zorgt. En Freedom Lab in Amsterdam, van waaruit we uitzenden. Volgende week dinsdag staan we er weer. Dankjewel. Dag.